Een hele, hele goede morgen. Welkom bij de YouTube vlog van De Stofjes. Klapbal, maar ben ik helemaal niet blij. Het ging... je kent dat soms wel, dan ga je lopen. En dan krijg je zo'n steentje onder je voet. En dat is auw, doet pijn. Nou, dat had ik al bij mijn eerste rondje. Natuurlijk is het risico als je in het bos loopt, is te groot. En allemaal die dennenappeltjes, stokjes, noem maar op wat je allemaal kan vinden. Tja, en vandaag had ik hem zelfs 2 keer. Dus de eerste keer was al behoorlijk pijnlijk. Ja, het kreeg ik nog een keer in het tweede rondje nog een keer eentje. Ja, dat loopt niet meer fijn. Dan kun je beter stoppen, want dat heeft geen zin. Dan loop je geforceerd en ben je niet lekker aan het lopen. Dus, ik heb hem afgekapt. 2 rondjes mag lopen. Maar goed, we gaan even naar de fitness. Even door. Dus dan gaan we daar eventjes kijken hoe dat het daar gaat. Nou, het is vroeg. Dus ik verwacht het niet al te druk. Zou je meemaken, zeg ik. Baba. Nee, ik denk het niet. Zondagmorgen, dan valt het denk ik best wel mee. Dus, maar goed, we zullen zien. We zullen zien. Nou, het was in ieder geval niet helemaal een succes. Oh, ik heb trouwens, normaal gesproken hoor je dat natuurlijk nooit. Maar ik had vanwege een nieuwe speaker in de auto gezet. Dat was wel nodig. Iedere keer als het dan geluid aan was, dan was het aan één box. Ja, dan moet je gewoon het nu doen. Dus van de week nieuw besteld, erin gezet en weer topzout. Dus gaat weer helemaal leuk worden in de auto. Zijn natuurlijk, hebben jullie er niet zoveel mee te maken. Dan krijg je te maken met bepaalde rechten op YouTube. YouTube. Kijk, als ik het binnen huis hou, dan maakt het niet uit. Dan kan ik de muziek opzetten wat ik wil. Maar als ik het ga delen, in dit geval met jullie, ja, dan moet ik daar rechten over. Uiteindelijk, als ik groter word, als dit betaald wordt, bla bla, noem maar op. Nou goed, dat is niet, eigenlijk kan het nog geen kwaad, maar op het moment dat er, bij wijze van spreken, een keer een iets zou gebeuren waardoor dit naar voren komt, ja, dan gaan de betalingen van, wij spreken, deze gaan dan naar de auteur van het liedje. Dus ja, daar moet je me uitkijken. Dat is ook de reden waarom dat je op YouTube heel weinig muziek hoort van anderen. Of het moet met toestemming zijn. Zodat de eigenaar van het liedje jouw toestemming geeft om het vrij te mogen gebruiken. Dat gaat natuurlijk, dat doet natuurlijk eigenlijk volgens mij niemand. Zeker niet als je bij wijze van spreken zeg maar een Enzo Knol hebt met zoveel miljoen viewers. Ja, die gaan ze natuurlijk nooit zeggen. Van ja, je mag het gebruiken. Voor niks. Dus. Maar dat, daar moet je wel rekening mee houden. Nou, vandaag. Vorige week met voetballen, goede zet gedaan. Gewonnen van Halsteren, 4-0. Oh, was even een leuke wedstrijd. En vooral die terugreis dan in de bus. Oh, gezellig. Gezellig. Nou, vandaag nog Kampong. Dus ook nog een club waar we wat mee te dealen hebben. Dan moeten we even wat recht zetten. Maar daar hadden we ook verloren met 3-0 geloof ik of zo. Maar we waren op dat moment ook niet heel erg geweldig. Maar ja, ze speelden het gewoon fantastisch uit. Dat hebben ze ook gewoon goed gedaan. Alleen vandaag zijn de rollen omgedraaid als het goed is. Daar hoop ik in ieder geval op. Kijk, wij zitten natuurlijk wel op dit moment in een flow. We hebben nu tegen een club gewonnen die normaal gesproken ook gewoon, ja, gewoon goed zijn. Maar wij zijn de laatste tijd gewoon net even iets beter, efficiënter ook. Doelpunten vallen nou makkelijker. We komen er makkelijker aan.
dan voor een paar maanden terug. Ze hadden het allemaal mee in het winnen van een wedstrijd. Zo. Nou, ik ben alweer aangekomen bij de fitness. Dus bij deze ga ik hem even achteruit zetten. En dan ga ik even afsluiten. Zo, hij staat in het hok. Ga je even afsluiten. Ik zeg tot de volgende week. Oh ja, dat was mijn vergissing. Ik zei vorige keer dat dit de 100ste was. Nee, dat is niet waar. Volgende week is de 100ste pas. Sorry, my mistake. Dus, volgende week, dan hebben we de 100ste. Yay! Dus, ik zeg nogmaals eventjes duim omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Gaan we volgende week de 100ste eventjes vieren. Hoe dat ik dat doe, dat weet ik niet. Ik kijk wel, wordt het ook zoiets als dit of wordt het met... Laat maar. Ik weet het niet. Laat maar. Het in ieder geval volgende week is de 100ste. Dus, oh ja, en ik moest iemand even noemen. Dirk Pijnenburg. Hij wilde dat ik hem even noemde. Nou, bij deze. Dag Dirk. Tot straks. En we gaan het meemaken vandaag. Ik zeg tot de volgende keer. Met wel een bekende korte. Tjoe.